Waar we dan een beetje marsachtige muziek als kan. Een beetje strijdlied als je hebt. Een beetje een... Heb je nog water? Stevig strijdmuziek. Als je dat hebt, tijdje, kun je dat misschien even opzetten. Alsjeblieft. Dankjewel. Jullie hebben niet veel water in Algerije, hè? Veel zand. Ja. We hebben heel veel zand, maar een weinig water. Goed. Alles water om wat wij kopen zit in de fles. Dag. Je komt uit de kraan. Ja. Uit de kraan. Uit de kraan. Uit de kraan. Water uit de kraan. Ja, hier, wij drinken water uit de kraan. Gezellig. Nou, Toon, dit is dan je Jasmina. Kijk, zeg maar. Mijn zus vereert om hier in de studio. Ja, dat kan maar niet aan, dat is goed zo. Ze woont in het asielzoekerscentrum. En daar zit ze op het Nederlandse les. Ja, dat klopt. Ik kan al verscheidene woorden Nederlands heel goed uitspreken. Daar sta ik wel van. Nou, Toon, kom op. Jij zit nog steeds een vuile grap aan mij te halen. Nee, Toon, dit is jij, niet waar. Je hebt, hoe ik het noemen wil, van de straat geplukt, een euro in de hand gedrukt om te zeggen, we gaan eens even een vriend van mij... Dat kun je toch niet menen dat je dit is... Hé, wil je niet zo'n Toon tegen mij aanslaan over Jasmina? Sorry Jasmina, maar mijn kennis, Jan Spongberg, begrijpt het nog niet helemaal. Ach, is ze. Moet je dat ruiken, man. Hij is nog een beetje in de war. Ja. Heb je geen hoop voor die ruik, man? Dat is toch... Dat is een apenlucht. Nee, Toon Spongberg, wil je in het bijzijn van Jasmina niet meer die taal bezig? Hé, ik wil je als één ding zeggen, ja. Wat jij verder in je privéleven uitvreet, en dan zal ik dan wel moeten slikken. Maar jij gaat daar godverdomme niet in die... Ja, sorry. Ook voor iedereen. Oh, wat een woord, wat heb ik net gebruikt. Je hebt het gewoon niet mee te nemen in de studio in ieder geval. Wij maken hier Radio Bergijk. Dat doen wij al, ik weet niet hoe lang. En wij staan altijd... Ja, Jasmina, rustig, maar hij kalmeert zo. Ja, ik begrijp. Hou je bek even. Hey, Toon Spornberg, dit hoef ik niet te pikken. Ja, ik hoef je... Zo, dat hoef jij niet tegen mij en Jasmina te zeggen. Ik hoef die hele scheur... Jasmina, kun je even op de gang? Ga maar even op de gang. Ga nou op de gang. Ik hoef die hele scheur met pianotoetsen hier niet aan tafel te hebben. Ja, ik ga mijn kokosnoten plukken. Toon Spornberg, dit deel Radio Bergijk gaat veranderen. Dit wil ik niet meer horen van je. Ik heb het opgezocht, dit is xenofobie. Dit is vreemdelingenhaat. Terwijl Jasmina is gewoon een vrouw, alleen heeft ze de pech gehad dat ze in Algerije geboren is. Maar ze heeft hetzelfde recht op levensgeluk en op een goede man als Peer van Eersel als iedere andere vrouw. Terwijl met Peer van Eersel zou willen. Omdat iedereen natuurlijk met iemand wil die op de radio is. Maar deze vrouw is... Ja, die heeft een gezicht zien omdat er een gordijn voor hangt. Dat heet een sluier en dat is heel normaal daar. Ja, daar ja. Nou, laat ze nou ook daar blijven. Nee, als ik nou met jou het afgelopen jaren over één ding altijd eens was, dan was het die hele knoflook en sambelbende buiten de deur houden. Ja, maar ik was verblind. Ik was misleid door die vuige praatjes van jou. Nee, je bent zo misleid. Het zijn mensen zoals jij en ik en ze hebben net zoveel recht. Ze zijn niet zoals wij, het zijn nauwelijks mensen. En Jasmina die woont bij mij in huis en die houdt van mij en ik hou van Jasmina en wij komen er samen wel uit. En Jasmina gaat vaak hier naar de studio komen. God. En dan heb jij het gedaan. Nah.